Kom er lekker bij. Kijk, trainingsbroekje aan, zie je dat? Ja. Ik voel me echt een tokkie. Ik vind met een trainingsbroek aanlopen op werk, vind ik zo raar. Ja, dat snap ik. Terwijl sommige mensen die hebben dan zo'n heel pak aan, zo'n heel trainingspak, heel duur. En dat is dan een beetje hun kledingstijl en dan is het ineens niet heel tokkie meer, maar is het eerder een soort beetje gangsterachtig, weet je wel. Van... Ja, maar daar kom ik vaak niet voor in aanmerking. Nee? Voor gangster. Nee. Welkom bij een nieuwe aflevering van E3 Hype. Want ja. Vanaf 10 juni is het zover. Dan is de E3 in Los Angeles de grootste gamingbeurs. Daar krijgen we ongelooflijk veel nieuwe games te zien. Daar hebben we heel veel zin in. En wij gaan in dit item hypen. Hypen. En je ziet het wel in de titel. Waar gaan we over hypen, Salim? Just Cause 4. Just Cause 4. Hij stond op de grote leak van Walmart. De Walmart-lijst. De infamous Walmart-list. Ja, de Walmart-gate. Ja. En Just Cause, alle drie de games gemaakt. Ja, het is wel leuk. Avalanche, dat is Studios. De studio. En ja. Die heeft Mad Max ook gemaakt. En die is nu bezig met Rage 2 voor Bethesda. Dat is wel heel bijzonder. Ja, dus is gelijk ook wel weer een beetje twijfels. Of weer natuurlijk, die lijst is heel controversieel. Mede omdat natuurlijk de vraag is die, klopt die? Want heel veel... Jij denkt inderdaad dat die echt klopt. En daarom hebben we ook in de Hot Coffee Show behandeld. Denk jij ook dat door deze lijst de E3 verpest is? Omdat sommige dingen in die lijst zijn heel erg... Huh? Huh? Dat zijn verrassingen. En dat op de E3 verrassingen moet zijn. En waaronder denk ik Just Cause 4. Want zeker omdat, wat je zegt, ze zijn bezig met Rage 2. Maar heeft Avalanche wel uitgebreid qua personeel? Ja, dat moet dan wel. Alhoewel Just Cause 3 kwam en een jaar later kwam volgens mij Mad Max. Dus ze hebben gewoon twee teams. Ja, dat denk ik ook. Maar dan toch, het zou wel een verrassing zijn geweest dat dan Just Cause 4 er nu aankomt. Ja, jij bent groot fan van Just Cause. Ja, ik vind dat hele leuke games. Ja. Ik heb ze alle drie ook gespeeld. En voor de mensen die de serie niet kennen, Just Cause is even in het kort... Het begon als een vrij serieuze game. Je speelt als Rico Rodriguez. En hij moet een dictator omver werpen. Beetje Far Cry-achtig, qua verhaal dan. Alleen, de eerste game was... best wel goed. Alleen wat opviel is het succes van die game was de knotsgekke actie. Ja. En in deel 2 hadden ze dat al iets meer gedaan. Maar in deel 3 hebben ze met volledige kak, volledige scheid gewoon gedacht. Ja. Luister dan, wij zijn een soort vergaming van Michael Bay. Dus ze hebben het, alles is over de top in Just Cause 3. De manier hoe jij de dictator dan op dat eiland moet omverwerpen is gewoon gigantische fabrieken opblazen. Standbeelden naar beneden halen met je grappling hook. Het is helemaal knotsgek. En ik denk dat ze daar in deel 4 gewoon lekker mee doorgaan. En ik vind dat dus jammer. Want ik was groot fan van deel 1. En ik vind dat het dezelfde route aan het bewandelen is als Saints Row. Saints Row begon namelijk als een fucking goede gamereeks. Best wel serieus, maar ook knotsgek. Maar die serieuze basis zorgde ervoor dat je bleef doorspelen. Saints Row 2, super goede game. Saints Row 3... alles aan de kant gooit, want wat denken die mensen dan, net als Call of Duty nu denkt, door de singleplayer aan de kant te gooien, van oh ja, we pakken alleen dat kleine stukje waarvan waar ze succes mee hebben, we gaan het vervolgens uitvergroten, denk ik, nee, het gaat juist om al die elementen samen. Had jij dat niet met Just Cause 3, dat je dacht van, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Aan de er is geen gewicht meer aan wat je doet. Nee, aan de ene kant snap ik wat jij bedoelt. GTA Online, ook zo'n voorbeeld. Ja, de GTA Online is natuurlijk ook... Haal het verhaal eruit en dan heb je GTA Online. Ik snap mensen GTA Online weer leuk vinden om met hun vrienden te spelen. Maar het is natuurlijk niet de singleplayer ervaring die het is. Nou goed. Nou ja, het is natuurlijk Just Cause 4 heeft gewoon... of 3, sorry. Had gewoon inderdaad... ze hebben een bepaalde stijlkeuze gemaakt. Ik snap wat jij bedoelt. Maar ik denk dat ze eigenlijk dat hebben gedaan uit een soort zelfbescherming. Omdat het concept van Just Cause is gewoon... er is een dictator aan de macht. En die moet jij omverwerpen vanuit de rebellenunit. En dat moet je op verschillende manieren doen. En ik denk dat ze zoiets hadden van... oeh, dit wordt het derde deel. Als we nu weer te serieus ingaan op dat verhaal... wordt dat te eentonig. Want het is natuurlijk wel... Het verhaal van Just Cause is flinterdun. Ja. Het is gewoon zo'n overdreven, echt gewoon dictator. Die Ravello heet hij in deel 3. En dat is een vent met een grote snor. En heeft allemaal van die speltjes. Want dat was natuurlijk ooit een generaal. En die heeft de macht gegrepen... Tropico. En ja, eigenlijk die vent van Tropico is letterlijk die Ravello. Ja. En is bijvoorbeeld is er ook een cutscene in de game dat dan een van zijn soldaten een foutje heeft gemaakt. En dan zegt hij, pak je pistool eens. Pakt die pistool, zet het eens op je hoofd. Pakt dit op zijn hoofd en dan haal de trekker maar over. Nou, dat is natuurlijk te open GNHQ. Waar is Daniel? maar inderdaad. Nee, maar dat is alles aan die game is open deur. En ik denk dat ze
zoiets hadden van, oeh, ja, voor okay, het gaat opvallen dat dat eigenlijk heel cliché is, gaan we dat juist de draak. Dan ga ik jou nu de vraag stellen, want dit item heet E3 Hype, dus we gaan hypen. Wat wil jij dan zien in deel 4? Want ik denk dat jij niks kan bedenken meer. Als je niet op verhaal kan variëren en puur en alleen op flauwe gameplay gaat zitten, dan heb je dus op een gegeven moment het punt, wat Saints Row ook heel erg had. Met 4. Ja, dan gaan we dus maar superhelden doen of weet andere robotten. Weet ik veel, nou, er komt allemaal rare shit bij kijken waar mensen die games helemaal niet om spelen. Dus ik vraag jou en jullie ook. Als je fan bent van Just Cause, laat ons in de comment weten. Wat wil je dan weten van deel 4? Want ik sta een beetje aan de kant van, ja, maar deel 3 was eigenlijk de perfecte game voor jullie knotsgekke gasten. Want daar zat echt alles in. En wat ga je nu nog meer doen? Nou, het is moeilijk inderdaad om hier nu nog echt verder op door te bouwen. Maar dit kan natuurlijk altijd gewoon nog groter. Ik wil gewoon naast fabrieken die kunnen opblazen, wil ik ook gewoon hele steden kunnen opblazen. Ja. Hele flatgebouwen, gekke shit, nog meer guns. Het mag wel ook wat verfijnd worden. Ik vond het schieten in deel 3 was wel heel... de physics en zo waren niet altijd even lekker. Ik vind ook wel dat het mooier mag. Ik vind die dorpjes in deel 3, ik vond dat een beetje generiek. Heel erg gecopy-paste. Ze maken inderdaad iets meer leven in de dorpjes. Er mag ook wel wat mij part iets meer verhaal in. In deel 3 was wel heel erg slopen, cutscene, slopen. Dat werd een beetje eentonig, dus daar kan je wel wat mee doen. Ik denk als je deze game mooier, groter, nog meer ontploffingen... Dan is het goed. Ik denk dat heel veel mensen dan, net als ik, daar al hype genoeg voor zijn. Ik ben daar wel heel makkelijk in. Ik neem deze game ook echt voor geen seconde serieus. Ik heb deel 3 ook echt voor geen seconde serieus genomen. Nee, dan moet je maar je hebt hem wel uitgespeeld. Ja. DLC ook? Nee, die heb ik niet gespeeld. Maar best wel vette DLC-pakketten, kan ik me nog herinneren. Nee, die heb ik niet gespeeld. Maar goed, ik vond het tof. Oké, Just Cause 4, hij komt er waarschijnlijk aan. En we gaan het zien op de E3 vanaf 10 juni. Dan is Gamerset erbij. Tune dan eigenlijk elke seconde van de dag in. Ja, en als je een vraag hebt over Just Cause 4, laat het weten. Want Peter die gaat gewoon voor je uitzoeken. Gewoon een ontwikkelaar en zegt, hey. Ja, hoe zit dat? Want wij gaan die game spelen. Dus ik ga gewoon daarheen voor jullie om die vraag te stellen. En stel je hebt een vraag over gameplay. Hij gaat het waarschijnlijk dan spelen. Voilà. En een seconde later staat het toch op YouTube. Kun je het zelf ook zien. Gaat het? Want dat is mijn vak. Superleuk. Hij zit met je reet in LA. Je mag niet klaren nu. Nee, ik mag ook niet klaren. Nee, doe je ook eigenlijk niet. Doe ik ook eigenlijk niet. Maar nee, doe ik ook niet. Doe je ook niet. Dat ik in LA zit vind ik niet erg. Vind ik wel leuk. Maar je vindt jammer dat... Dat dan, ja. Niet meer special snowflake meer. Dat ik minder special snowflake... Daar had ik zo'n hoop op VR. VR is dat niet kan te niet. Tonen. Nee, dat is een ervaring. Maar ja, dat is nu ook gefaald. Ja, dat bestaat niet. Ja, bestaat wel, maar niemand speelt. Tot de volgende keer. Superleuk geëindigd.